Ben jij werkloos en kun je hulp gebruiken bij het zoeken van een baan? Meld je dan aan voor de nieuwe rubriek Ik Zoek Werk op Schagen TV. Laat aan werkgevers zien en horen waar jij goed in bent. Stuur je cv met foto naar xoekwerk.schaagfm.nl. En misschien scoor jij jouw droombaan op Schagen TV. Ik zit hier met Nico Komen uit Schagen en Nico wordt binnenkort werkloos. Nico, welkom. Dankjewel, je wel, uh, Geen mooi nieuws? Nee, dat is, uh, kwam bij mij ook een beetje uit. Uh, eigenlijk op het dak uh, vallen. Want ik, was, uh, ik had rekening gehouden dat ik een, uh, na een jaarcontract, een vast contract, zou verdienen. Het zit er niet in dat het uh, contract verlengd wordt. Dus ik mag weer eens op zoek naar de andere baan. Nou, dat is een ja. mooie uitdaging. En ja. daar uh, gaan we nu aan werken. Wat ja. voor werk uh, zoek je? Ik uh, ben uh, financieel uh, geschoold. Ik heb HWO. Uh, of de HO heb ik uh, doorlopen. Daarna ben ik te werk gegaan. En ik zoek een uh, baan op uh, uh, hoofdfinancieel administratieniveau of op controleniveau. Dus echt ook in hetzelfde werk ja. wat je al jaren hebt gedaan? Ja, daar wil ik gewoon in verder. Ja. En hoeveel jaar ervaring heb je in dat werk? Ik heb daar al zeker 25 jaar ervaring in. Zo oh. langzamerhand. En ja. bij verschillende bedrijven? Bij verschillende bedrijven. Ik kom um, uit de accountancy. Ik ben ook uh, geswitcht naar de gezondheidszorg. Ik ben hoofdadministratie geweest op verpleeghuis Den Koog. Ik heb leiding gegeven aan negen mensen. En dat vond ik echt een wereldbaan. Dat leiding geven? Ja, dat leiding geven en het meewerken met, met je medewerkers. Verantwoordelijk voelen voor de uitvoering van de uh, taken die uitgevoerd werden. Ondersteunen van de medewerkers en nog plezier hebben in, in je werk. Ja. En echt. Bij Verpleeghuis Den Koog toen de tijd had ik een wereldbaan. Oké, okay, ja. nou dat klinkt wel heel mooi. Je hebt echt een beeld. Ik zie je ja. beginnen te stralen. Ja, nou ja, als ik daar aan denk, <laughs> denk ik dat het met heel veel plezier op je ja. rug En in welke regio zou je willen werken? In de kop van noord holland Ik ben geboren Schagenese. Ik ben verknocht aan Schagen. Um, ik kan dat wel toelichten omdat ik hier de mensen ken. Het is hier ruim, ik heb een agrarische achtergrond. Ik voel me hier in Schagen gewoon thuis en ik wil hier ook werken. En als je lang werkloos bent, dan weet je dat je toch wat verder moet gaan rijden. Dus afstand van een uur van Afschagen? Is geen probleem, want ik heb ook heel veel gewerkt in de Zaanstreek. En met een goede auto kom je overal. Maar laat maar niet voorbij uh, de Noordzeekanaal uh, gaan. Want ah, okay. dan kom je toch echt in de drukte. En dat is in principe zonde van je tijd. En volgens mij is er in, in de kop van Noord-Holland nog werk voldoende. Ik heb vanochtend ook toevallig de krant gelezen. Ik weet niet of het hierin staat. Maar er was een Theo Mesker op uh, de voorpagina. En die. Um, Voorziet dat de komende vijf jaar er een uh, banentekort of een, uh, een uh, mensentekort komt van 7000 mensen. Ja, in de, in de regio. Ja, dat klopt. In de regio. Ja, en dan ben uh, jij gaat dus zorgen ben, dat, uh, dat dat... Uh, ik ben hoopvol dat ik weer een hele leuke baan vind. Is er wel eentje van die 7000? vanaf, ja, vanaf Of het aantal, o, weet ik niet precies. Ja. Hoeveel uur in de week uh, ben je beschikbaar of kun je werken? In principe ben ik uh, 24 tot 32 uur beschikbaar. Want ik heb ook naast uh, mijn werk heb ik een eigen administratiekantoortje. En uh, daar werk ik ook met mijn hart en ziel in. Met heel veel plezier. Oh, maar goed, stel er komt een uh, ondernemer die zegt... nou Ik zie dat helemaal zitten met Nico, maar hij moet wel vijf dagen in de week uh, komen werken. Dan is het aan mij de overweging om het te doen of het te laten. En als het een hele mooie functie is... Dan doe ik dat. Ja, en dan ja. los je dat met je eigen klantjes vast wel op. Want ja. een uh, ondernemer werkt uh, soms wel zeven dagen in de week, denk ik. Ja. 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 Krijg um, je wel wat ruzie thuis, maar dat <laughs> kun je wel pareren. <laughs> en wat is nu een heel sterk punt van, uh, van jou? Wat, wat uh, zeg je nou, een werkgever die krijgt als hij mij binnenhaalt. dan Hij is een, dan een loyale werknemer. Die uh, zich inzet voor de onder de, 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 de neming, een man die meedenkt, een man die openstaat voor uh, andere oplossingen dan dat hij zelf bedenkt. Hij heeft echt een medewerker die in huis die, uh, waar hij mee verder kan. Dus we moeten je eigenlijk direct aannemen. Absoluut, ja. Ja. En je begon eigenlijk het gesprek met uh, de, je leuke baan bij de Koog, de hm. stukje hm. leiding geven, meewerken. Ja. En is dat, uh, is dat ook je droombaan? Als je nou maar zegt, nou mijn droombaan? Nou, mijn, de, ja. Ik denk, denk dat het wel een, mijn dromenbaan de, de is, omdat ik dan ook uh, een mooie ge, groep medewerkers naast me heb, waar ik mee uit de voeten kan. Dus een leidinggevende ja. functie ja. Op, leidinggevende, op financieel gebied? Ja. De verantwoordelijkheid dragen. De, 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 de het management aansturen. De directie de juiste informatie geven. Ja. Helemaal goed. Vind ik dat. Nou, ja. Nico, uh, hier sluiten we weer af. Ik nou, ga uh, voor jou. Ik wil nog echt? even wat in de camera zeggen. Ik stotter, dat zullen jullie wel gemerkt hebben. Ik heb er geen last van. En mijn omgeving heeft er ook geen last van. Nou, daar laten we het bij. Heel veel ja. succes. Dank je wel. Ben je ook op zoek naar werk en kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Meld je dan nu aan op ikzoekwerk.schagenfm.nl.